Als je het over hoogbouw hebt, dan denk je waarschijnlijk niet snel aan Breda. Er staan wel een paar hogere gebouwen, maar behalve de toren van de Grote Kerk steekt er verder niet veel boven de skyline van de stad uit. Toch zou hoge bouwen een oplossing kunnen zijn om meer woningen te creëren. Wat zou jij vinden van meer hoogbouw in Breda? Weet je, het is hartstikke woningnood, dus je moet iets, toch? Nou, voor mij hoeft dat niet hoor. Nou, dat weet ik niet, maar ik denk niet. Hoe hoger, hoe kouder. Ja, voor woningen natuurlijk heel fijn, want ja, ik ben zelf ook nog jong. Ik zoek ook wel nog een woning. Dat is een algemeen probleem in heel Nederland natuurlijk. En ja, ze willen nog veel binnen de stad bouwen, maar ik denk dat ze ook buiten de stad moeten gaan bouwen. Prima. Ja, daar heb ik niet echt een mening over. Ja, als we daar meer woningen door kunnen creëren, dan lijkt me dat verstandig. Ja, het maakt mij niet zoveel uit, maar ja, ik woon niet te Heide, dus ik heb er niet zoveel last van. Dus wat mij betreft mag het gerust wel wat hoger. Wordt er niet mooier van, denk ik. Nee, het is misschien nodig om de woningnood op te lossen, maar het zal er niet mooier van worden. Nee, ik denk dat Breda daar niet helemaal de stad voor is. En stel dat het toch zo zou zijn dat er hogere torens zouden komen, zou je dan helemaal bovenin willen wonen? Als het moet, dan wil je het liefst zo hoog mogelijk. Dan op de hoogste verdieping en dan heb je tenminste een beetje uitzicht ook. Oh ja hoor, maakt me niet uit. Ja. Ja. Lekker genieten van het uitzicht? Ja, bijvoorbeeld. Het moet wel een uitzicht zijn. Met uw hoofd in de wolken? Ja, zoiets, ja. Nee, helemaal niet. Niks niet. Ja, geen wolkenkrabbers hier in Breda, want daar is de stad niet voor bereid. Nee. Dus u blijft liever met beide benen op de grond? Ja, ik ben nu 85, dus het gaat wel, hè. Ik zou niet in probleem binnen, nee. Ik vond het wel een mooi uitzichtje, zou wel leuk zijn. Nee, want ik ben zelf lief van teur, dus ik weet dat je hoeveel je moet lopen. Ja, ik niet. Nee, ik niet. Waarom niet? Als er een lift is, oké. Okay, maar ik denk dat de voorkeur toch ligt naar een eensgezinswoning. Waar je als jong gezin ook gewoon lekker de tuin in kan. Maar ik bedoel, voor studenten, in mijn studententijd had ik dat niet erg gevonden. Dan ging ik wel omhoog. Nou nee, ik zou het een keer willen zien, maar ik zou er niet over wonen. Nee, waarom niet? Een mooie tuin. Ja. Liever een mooie tuin. Ja, precies.